Dit is het weekoverzicht van week 25. Met deze keer. Gemeente mag Heijenaar niet uit huis zetten. Beloofde fietsenstalling komt er voorlopig nog niet. En gepeperde brief over politieinzet in Midden-Delfland. De gemeente Westland mag een inwoner van Ter Heide niet uit huis plaatsen. Voor de tweede keer stelt de rechter de gemeente in het ongelijk. De uithuiszettingsprocedure was in gang gezet na alle heisa van begin november in het kustdorp. Toen werd een schietpartij in Ter Heide gemeld. Een grote politiemacht zette een deel van het dorp af en een arrestatieteam maakte zich klaar om een woning binnen te vallen. Achteraf bleek van een schietpartij helemaal geen sprake. Er zijn na afloop geen hulzen of andere sporen gevonden. Wel vond de politie 3,5 kilo aan henneptoppen in de woning van Elzo Reedijk, de man die de gemeente uit huis wil plaatsen. Dat vond de rechter een te zware maatregel. De gemeente zette de procedure toch door, maar kreeg deze week opnieuw nul op het rekest. De gemeente wil Reedijk uit huis plaatsen om de rust in het dorp te herstellen. Nou, er is nu zo'n periode verstreken tussen die dag dat dat gebeurde. En de zitting dat de rechter daarvan gezegd heeft, joh, er is geen redelijk te dienen doel meer om nu die sluiting op te leggen. En daarnaast zijn de omstandigheden van meneer Reedijk zelf meegewogen. Zijn persoonlijke omstandigheden en alles bij elkaar nemen zich te richten. Ja, die sluiting is niet gerechtvaardigd. Ook de buurt in Ter Heide vindt het onzin dat Reedijk weg moet. Hij doet geen vlieg kwaad. Ze begonnen een handtekeningenactie, wat resulteerde in ruim 100 steunbetuigingen. Gelukkig zijn er mensen die het altijd voor iedereen opnemen. Dat is altijd hoopgevend, maar dat waren niet de meerderheid van de Heijenaren. Dus ik vind dat de rechter daar overdreven veel aandacht aan heeft besteed. Burgemeester van Ardenne noemt verder de uitspraak van de rechter onbegrijpelijk. Ze is verbaasd. Wat mij nog rest als burgemeester is een bestuurlijke waarschuwing. Die gaan we ook uitsturen aan de heer Reedijk. Dat we vinden dat hij dit niet meer kan doen en mag doen. Dat blijft staan, want hij heeft tegen de wet ingehandeld. De zaak is nog niet helemaal afgerond, want de woningcorporatie is nog steeds voornemens om het huurcontract met Reedijk te ontbinden. Die zaak diende dinsdagmiddag. Ja, die stond vanmiddag op het programma. Dat is afwachten en inhoudelijk ga ik daar ook niets over zeggen, omdat dat gewoon onder de rechter is. Daar komt een uitspraak van. En ook dan is er nog de mogelijkheid van hoger beroep aan onze kant of aan de kant van de verhuurder. Dus dat zal nog wel even duren. De beloofde fietsenstalling en openbare toiletten op deze plek, waar het oude gemeentehuis van Naaldwijk stond, zullen er dit jaar niet meer komen. En dat is gek, want in februari nam de gemeenteraad een voorstel aan om volgende maand nog te beginnen met de aanleg. D66 Westland kreeg onlangs lucht van de vertraging en voelde wethouder Snijders aan de tand. Bicyclette is in de regio Haaglanden een grote stallingbeheerder. Zij hebben ook al een offerte verstuurd. Die offerte zat ook in het raadsvoorstel. Partijnenburg moet die bicycletten gaan bemannen. Die staat ook in de startblokken. Ja, het wachten is nu alleen op wethouder Snijders. En die doet alsof zijn neus bloedt. Want volgens wethouder Snijders maakt de nieuwe fietsenstalling op deze plek onderdeel uit van het plan voor een tijdelijk park. Daarover moet nog met omwonenden gesproken worden. De gemeente verwacht nu dat pas begin volgend jaar met de aanleg van de fietsenstalling zal worden begonnen. Dat gaat er bij D66 niet in. Nou, dat is gewoon idioot. Ik bedoel, als je belooft als college aan de raad, wij gaan dit doen en geef ons 4 ton en wij gaan gelijk aan de slag. En voor de zomer heb je zelfreinigende toiletten in Naaldwijk en 'Schravenzande. En voor het eind van het jaar staat er een fietsenstalling met wc's, 300 plekken voor fietsen midden in Naaldwijk. Dan moet je dat ook gewoon doen. De wethouder liet verder nog weten dat hij de verbazing van D66 zal doorgeven aan zijn ambtenaren. Overigens komen er later ook nog openbare toiletten in de centra van Naaldwijk en 'Schravenzande. Het zit burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland nog steeds niet lekker dat het aantal beschikbare agenten in zijn gemeente soms tekortschiet. Deze week heeft hij zijn zorgen geuit in een gepeperde brief aan de politiechef van de eenheid Den Haag. De brief komt na de noodkreet vorige week van de buurtpreventie in Schipluiden. Volgens deze vrijwilligersclub zijn er steeds minder surveillances en moet de wijkagent zich vaker richten op andere zaken, waaronder verwarde personen. Ook de bezetting op de straat is minder geworden. Dus er rijdt dan 1 auto, 1 motoragent. En als die ergens ingezet zijn en een buurtprevent belt, dan word je dus in principe eigenlijk alleen gelaten. Want het moet maar toevallig zijn dat een motoragent of een politiewagen in de buurt is. Burgemeester Rodenburg schrijft in de brief:
Ik betreur dit, omdat dit ten koste gaat van de gedrevenheid en motivatie van deze vrijwilligers om hun nek uit te steken in het belang van de veiligheid in mijn gemeente. Als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid en als bevoegd gezag kan ik dit niet accepteren. Rodenburg vraagt in de brief aan de korpsleiding om maatregelen, zodat de betrokken burgers zich weer verzekerd weten van de volledige steun van uw organisatie. En tot zover drie grote nieuwsonderwerpen van week 25, maar er gebeurde natuurlijk veel meer. Kijk daarom mee naar het overzicht van dag tot dag. Bij een file op de verlengde A4 worden er rijbanen in de keteltunnel afgesloten. Dat wordt tunneldoseren genoemd en moet voorkomen dat er in de tunnel zelf een file ontstaat. Vaak worden er enkele banen afgesloten. Alleen in het ergste geval gaat de tunnel helemaal dicht. Dit tunneldoseren, dat uit veiligheidsoverwegingen gehanteerd wordt, gebeurt wel in de keteltunnel, maar niet in de verderop in de A4 gelegen Benelux-tunnel. Dat heeft te maken met de tijd waarin de tunnels gebouwd zijn en hoe op dat moment de normering was. De Benelux-tunnel dateert twee delen, de jaren 90, jaren 70. Toen was er nog niet zo'n strenge normering. De keteltunnel is van 2012, toen was de normering veel strenger. Maar dat betekent niet dat tunneldoseren daar helemaal uitgesloten is. Het zou kunnen als, het, als de tunnel zo druk is dat bepaalde veiligheidsnormen ertoe leiden dat een tunneldoseringssysteem erin moet komen. Die strenge normeringen zijn er gekomen na hevige branden in onder meer Oostenrijk. De tunnels branden in de Mont Blanc en in de Gotthard hebben vele doden gekost, hele nare situaties ontstaan. Daar heeft men toen van gezegd dat willen we nooit meer. Tunnels zijn wat dat betreft gevaarlijke dingen. En als er iets gebeurt, is het meteen heel ernstig. In 2016 is de keteltunnel 50 keer helemaal afgesloten geweest. En vorig jaar gingen de slagbomen zo'n 70 keer omlaag. En daar is veel onbegrip over. Tunneldoseren is de veroorzaker van de file, zo redeneert men. Het heeft nauwelijks effect op de filevorming in dit gebied. Eigenlijk is het niet zo hinderlijk voor de doorstroming. Wellicht dat het wat effect heeft op het onderliggende wegennet, de wegen die naar Rijkswegen toe leiden. Maar het effect lijkt heel beperkt te zijn. Binnenkort wordt er met de gemeente Schiedam geëvalueerd over het onderwerp. Alle voor's en tegens worden tegen het licht gehouden. Nieuwe technieken zouden er misschien voor kunnen zorgen dat het helemaal gaat verdwijnen. Aldus Rijkswaterstaat. Een ruime meerderheid van de boeren in Nederland wil duurzamer werken. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Dagblad Trouw. Maar onzekerheid over de regelgeving houdt ze vaak nog tegen. In Midden-Delfland wordt al wel door veel bedrijven op een duurzame manier geboerd. Zoals op de Nellyhoeve in Schipluiden. Gertjan Hoijmans werkt al 10 jaar zo duurzaam mogelijk. Dat wil betekenen dat je je kringloop op je bedrijf zo gesloten mogelijk houdt. Dus zoveel mogelijk voer van eigen land voor de koeien. En zo min mogelijk aankopen van buitenaf. En dat geeft ook een economische plus. Want alles wat je van buitenaf koopt, dat moet je betalen. En alles wat je zelf hebt, dat is nou niet gratis, maar dat kost in ieder geval minder. Wij hebben met 5 boeren een coöperatie opgericht, Delftlands Hof. En op die manier zijn wij super duurzaam bezig, want de melk wordt heel kort bij verwerkt en ook in de regio weer verkocht. Dus als we nou over duurzaamheid hebben, dan denk ik dat we heel veel punten scoren. En dat bevalt prima. Dat gaat niet ten koste van de opbrengst van je bedrijf. Ik denk als je je kringlopen beter benut, dat je zelfs gewoon beter draait. Tegelijk vindt Hoijmans dat er wel wat duidelijker gemaakt mag worden dat alle boeren al heel veel doen aan verduurzaming. Kijk naar de ammoniakreductie. Dan maken we allemaal hele grote stappen en dat wordt wel eens een beetje ondergewaardeerd. Café De Kroon aan de haven in Maassluis is deze woensdag onder dwang gesloten. Burgemeester Haan is tot die maatregel overgegaan nadat er een grote hoeveelheid harddrugs werd aangetroffen tijdens een controle eerder deze week. Ook heeft het café geen geldige exploitatievergunning. De sluiting geldt voor een aantal weken. De burgemeester bepaalt later hoe lang de sluiting zal gelden. De gemeente Westland gaat de komst van laadpalen voor elektrische auto's op een andere manier aankondigen. Voortaan zal op de geplande locatie een aankondigingsbord worden geplaatst met daarop een telefoonnummer. Tot nu toe wordt de plaatsing in de Staatscourant aangekondigd, maar bijna niemand leest die. Dit jaar worden 10 tot 15 nieuwe laadpalen in Westland geplaatst. De plotselinge plaatsing van de palen kwam de laatste tijd in verschillende kernen voor velen als een verrassing. Van deze groenstrook in Maasdijk is weinig meer over. De projectontwikkelaar van het voormalige bankgebouw ernaast heeft zaterdagochtend illegaal de hakbijl erin gezet. De gemeente Westland gaat de waarde van de weggehaalde groenstrook inventariseren en verhalen bij de ontwikkelaar.
De ontwikkelaar laat weten dat er gewoon groen terugkomt, dat er nog mooier uit zal zien. In het voormalige bankgebouw komen woonappartementen voor mensen met een lichte zorgvraag. Volgend jaar worden de appartementen opgeleverd. Weer nieuwe problemen op de Hoekse lijn. Na moeilijkheden met de beveiligingssoftware zijn er ook veel storingen naar voren gekomen bij het testen van de bruggen in Maassluis en Vlaardingen. Toch blijft wethouder Visser van Rotterdam erbij dat de metroverbinding in het laatste kwartaal van dit jaar opgeleverd wordt. In een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad laten weten dat de oorzaken van de problemen bij de bruggen nog niet bekend zijn. Een team van specialisten is ingezet om de oorzaak van de storingen te achterhalen en het probleem tijdig op te lossen. Eigenlijk had de ombouw van de Hoekse lijn al vorig jaar september klaar moeten zijn. Het vernieuwde skatepark in Poeldijk is af. Wat meteen opvalt zijn de felgekleurde vlakken. En er zijn uitdagingen voor zowel ervaren als minder ervaren skaters. De buurtjongeren vinden het prachtig. Hier hebben we de kwarden en heel de parks van beton. Hier heb je gewoon een klein dingetje en dan kan je hier gewoon een paar tricks overheen doen. Hier heb je een quarter en dat loopt nu gewoon verder uit en dat is veel chiller voor tricks en zo te doen. Hier heb je zeg maar een vulkaan en daar kan je gewoon tricks overheen doen. En ja, het is verder veel anders dan het vorige park. En de schansen zelf zijn gewoon veel lager hier. En dan kan je juist beter oefenen voor de kids die een beetje beginners zijn. En het is een park voor meer skateboarders en zo. Vrijdagavond is het park officieel in gebruik genomen. Er komt een einde aan 40 jaar koffie, pannenkoeken, ijs en banket. Frans Vonk stopt ermee. Deze week bakt hij zijn laatste pannenkoeken. Candy? Maar het gaat ook wel eens fout. Je hebt toch wel één miskleun in de week, hoor. Dat weet ik niet. Weet je, ben je met andere dingen bezig. Dan denk je, oh, die laat ik wel even gaan. En dan gaat precies fout. En het voorkomen van debakels, daar moet je opletten. Kijk. Zie je, dat gaat niet fout. Oké. Placement. De klanten zullen de zaak gaan missen. Wat zo lekker als je hier je pannenkoeken eet en je poffertjes, dat heb je gewoon nergens. En het is heel gezellig hier. Elke Maassluizer die kent dit wel, ja. Hij was heerlijk. Hij wordt hier met de hand zeg maar gebakken en met liefde. Ja, het is heerlijk. Nu is het weer wat minder goed, maar zodra het zonnetje schijnt, zit je lekker buiten op de boot. Met poffertjes, met pannenkoeken en andere lekkere tosti en drankje erbij. In het begin stonden de mensen zo voor de raam te kijken wat hier te doen was. Op een gegeven moment dorsten ze wel de stap te nemen om koffie te drinken buiten het huis. Maar dat deden we in de stad en niet in Maassluis. Eerst hebben we de winter doorgezet. Maar op een gegeven moment kwam de zomer en dan kwamen ze terug op het Italiaanse ijs. En toen ging het vanzelf op een gegeven moment draaien. En dan die laatste dag. Nou, ik denk een beetje emotioneel, maar dat geeft niet. En ontzettend. En ik denk dat iedereen mijn hand kon geven, maar dan daarvoor geven we ook een borreltje weg. De aanstaande dinsdag. Van 6:30 tot de uur of 8:30. Om iedereen toch de hand te drukken en te bedanken voor het vertrouwen. En het plezier dat we met elkaar gehad hebben. Het avontuur van Team Westland op de Tourmalet zit erop. Donderdag is de voorlopige tussenstand bekendgemaakt. Straks na het weekoverzicht is een uitgebreide compilatie te zien van de verrichtingen van Team Westland in Frankrijk. Na meer dan 7 jaren van gesteggel en procedures is deze week eindelijk begonnen met de aanleg van het fietspad in de Groeneveldse polder. Het pad verbindt de Zwetkade in Kwintsheul met de Woudseweg tussen de Lier en Schipluiden. En de brug waar ik nu op sta, die is in december 2016 aangelegd,
Maar het duurde uiteindelijk tot deze week voor de eerste machines ten tonele verschenen. Het heeft meer dan 7 jaar geduurd voordat het mogelijk was om deze werkzaamheden uit te voeren. Het asfalteren van het fietspad in de Groene Veldse Polder. Het proces van plan tot uitvoering is met vele hobbels en tegenslagen gepaard gegaan. Boeren die geen land wilden afstaan, omdat het fietspad eerst niet over hun percelen zou worden aangelegd. Het Hoogheemraadschap dat kijkt of het wel allemaal kan en eisen stelt. En schaatsverenigingen die niet blij waren met de hoogte van bruggen aan de kant van Kwintsheul. Ik ben zelf ontzettend blij. Er zijn momenten geweest dat ik denk, nou krijgen we dit er nog allemaal doorheen gesleept. Er zijn veel partijen die allemaal vanuit hun eigen belang ook terecht gewoon hun belang verdedigen. We hebben daar nog wat voor door het vuur moeten slepen om dit project eruit te halen. Maar het is nogmaals een belangrijke verbinding voor het gebied in recreatieve zin. En ik ben blij dat hij er is gekomen. Ja, ik ben eigenlijk dolblij. Het nieuwe pad is dé ontbrekende schakel in het fietsnetwerk tussen de kust van het Westland, het groen van Midden-Delfland en het stedelijk gebied. En wat we nu doen is de asfaltering tot aan de bruggen. De nieuwe bruggen die je hier ziet liggen bij de molen, bij de Groeneveldse molen. En dat zijn eigenlijk in beeld een broertje en een zusje van de bruggen die daar verderop liggen bij George Jansen. En wij hopen dan op vrijdag dat alles geopend kan worden, vrijdag 6 juli. Zodat we deze verbinding in gebruik kunnen nemen. Er komt geen verlichting. Het beleid is om het onaantrekkelijk te maken voor bromfietsers. Dit om overlast in de nachtelijke uren te voorkomen. De naam voor het fietspad is ook al bekend. Het Groeneveldse pad wordt op vrijdag 6 juli feestelijk geopend. En dat was hem alweer, het weekoverzicht van week 25. Meer nieuws kun je vinden op onze website wos.nl. Ook in onze gratis WOS-app en natuurlijk op de social media kanalen. Maandagavond om 7 uur, dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending. En voor nu nog een heel fijn weekend.